Ja, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van autorij.nl. Mijn naam is Bart en we zijn vandaag te gast in Brussel. En wel bij de Brussels Motor Show 2023. Een bijzondere editie, want het is namelijk de 100ste keer dat het autosalon, zoals deze autoshow in België heet, wordt georganiseerd. En ook voor de Nederlanders is die bijzonder interessant, want er staan echt de nodige interessante nieuwe auto's. Ik noem eventjes een Opel Astra E, de volledig elektrische variant, de Jeep Avenger, een Alpine A110R, een Bugatti Chiron, een Rimac Nevera, maar ook de Renault Austral en de Mazda MX-30 met wankelmotor, de e-Skyactiv REV. Alle auto's die je op deze 2023 editie van de Brussels Motor Show mag verwachten, ga jij zien in deze video. Ik heb er zin in, ik hoop jij ook. Ik zou zeggen, loop rustig mee en ga er ook lekker voor zitten. Gaan we. En we starten dit beursverslag op de stand van Peugeot, waar het merk onder meer de nieuwe 408 presenteert. Hier onder meer als plug-in hybride. En weet dat er in 2023 ook een elektrische E408 komt. Deze is al elektrisch, de E208. Hij is ook vernieuwd, heeft een groter akkerpakket en een sterkere elektromotor met 156 pk. Gaan we door naar Jeep, met in het bijzonder veel aandacht voor de nieuwe volledig elektrische Avenger. Hier getoond als 4x4 concept. Nou, reken erop dat die ook zo in productie gaat. Hier staat in ieder geval gewoon de normale productieversie. Volledig elektrisch dus. En dat kun je nog niet zeggen van deze Grand Cherokee 4xe. Nee, dit is een plug-in hybride. Wel op basis van de compleet nieuwe generatie Grand Cherokee. Echt een berensterke SUV met offroad kwaliteiten natuurlijk. En bijzonder aan deze auto is toch wel zijn interieur. Want zoals je ziet, deze auto is voorzien van mooie houtpanelen. Zowel op de deurpanelen als op het dashboard, maar ook op het stuurwiel. Ziet er allemaal heel erg hoogwaardig uit. En dan Alfa Romeo. Het merk presenteert natuurlijk zijn nieuwe tonale, waar het merk heel erg veel verwachtingen van heeft. En check ook deze eventjes, een ware beauty, de Alfa Romeo 33 Stradale. Zeker niet vergeten om eventjes te bekijken. En dan moet je ook zeker bij deze DS niet doen. De E-Tens Performance, een elektrisch studiemodel met 800 volt technologie. Dit is overigens de vernieuwde DS3 met ook weer die vernieuwde accu en een sterke elektromotor, gelijkwaardig aan die E208. En DS presenteert ook zijn nieuwe DS4. Gaan we door naar de Opel Astra Sportstourer GSE en de Opel Astra E. De volledig elektrische Opel Astra dus. Die staat hier ook op de Brussel Motor Show. En er is ook veel aandacht aan de vernieuwde, of ik moet zeggen verbeterde, Opel Mokka E en de Opel Corsa E. En naast de Astra Sportstourer GSE presenteert Opel ook zijn Grandland GSE. Opel blaast het GSE-label nieuw leven in, onder meer met krachtige plug-in hybrides. En dan Abarth. Het merk presenteert zijn nieuwe 500e. Niet alleen de hatchback variant, maar voor het eerst ook als cabriolet. Hier in mooi fel blauw getoond. Ja, het is een beetje een elektrische hot hatch, maar dan wel een hot hatch light, want heel erg veel vermogen hebben deze auto's niet. Wel een leuk stoffen canvas schuifdak voor de 500c variant en ook een hoogwaardig interieur met koolstofvezel inleg. Overigens niet goedkoop, ja, want je moet toch wel rekenen op ongeveer €40.000. Spot goedkoop is de Citroën Ami en deze Citroën is ook heel erg leuk. De Olly spreekt uit als All-E, een studiemodel. Ja, waar Citroën mee laat zien wat het merk in petto heeft de komende jaren. Bij Maserati veel aandacht aan het Folgore platform. En dat platform is het EV-platform van Maserati. Eigenlijk verschijnt er van elke Maserati een volledig elektrische variant. Niet alleen van de MC20, maar bijvoorbeeld ook van de nieuwe Grecciale. Daar komt ook een EV-variant van. En elke EV-variant van Maserati krijgt dus die naam Folgore. Hier nog eventjes een Levante Trofeo in kikkergroen. Ja, het ziet er echt verbluffend mooi uit. En deze dan. Deze moet je zeker eventjes gaan zien. De nieuwe Maserati MC20 Cello. De open variant dus van die waanzinnig mooie MC20. Maar hier het grote voordeel dus dat je open kunt rijden en dus nog meer kunt genieten van die overheerlijke Nettuno V6 krachtbron met twee turbo's. Cello dus, de open variant van de MC20. Hier staat hij overigens in een gepersonaliseerde variant. Renault pakt uit met de nieuwe Austral. Hoe kan het ook anders? Want het merk heeft bijzonder hoge verwachtingen van zijn nieuwe
SUV. Hierover is de Esprit Alpine variant, mooie matte lak. En er zijn echt diverse varianten van de Austral te zien op Brussel. De Renault Zoe staat er ook, de Megane E-Tech Electric ook. Maar de meeste aandacht zal ongetwijfeld uitgaan naar deze twee conceptcars. De Renault 5 Concept en de Renault 4 Concept. Nou, voor de fans onder ons, beide auto's gaan in productie. De Renault 4 wordt een soort van crossover en de Renault 5 wordt een elektrische hatchback. Veelbelovend. Deze Renault Scenic, die is ook wel heel opvallend. Het is een studiemodel waarmee Renault vooral laat zien wat het merk in petto heeft met het oog op design, maar ook met het oog op interieurdesign. Dan Dacia. En wat opvalt bij Dacia is dat alle auto's zijn voorzien van het nieuwe front, dus met het nieuwe DC-logo. Maar Dacia presenteert ook de Manifesto, ja, een soort van bijzonder studiemodel. Een soort van buggy, als je het zo eventjes moet bekijken, met ook een bijzonder interieur. De stand van Alpine, waar je absoluut de nieuwe A110R niet mag missen. Het is de meer hardcore track-focused variant van de A110 die je al kent. In dit geval uitgevoerd met de nodige carbon goodies, waaronder koolstofvezelwielen en een koolstofvezel afdekplaat van de motor. Ga hem zeker even bekijken, want het is een beauty. En dan kun je misschien ook wel zeggen van deze Alpine Alpenglow. Ja, een spectaculaire hypercar. Een studiemodel natuurlijk. En of er productieplannen zijn, nou, reken er maar niet op. En dan door naar de stand van MG. Het merk dat eigenlijk steeds meer terrein wint op Europese bodem. En onder meer met de nieuwe MG4, waar het merk toch wel extreem hoge verwachtingen van heeft. En de buren van MG, dat is SsangYong. Althans, het heet nu nog SsangYong, maar in de nabije toekomst gaat het merk omgedoopt worden naar KG Mobility. En dan Polestar, ook aanwezig hier op de Brussels Motor Show. Onder meer met deze Polestar 3, een veelbelovende elektrische crossover met 517 pk en 910 Nm. De auto deelt ook technologie met de nieuwe Volvo EX90. Maar het merk presenteert niet alleen de 3, maar ook deze BST Edition 270. En ja, een Polestar 2 voor de liefhebber. En dan Ford. Ja, bij Ford zijn er toch nog wel de nodige primeurs te bespeuren, maar je moet wel eventjes zoeken. Onder meer deze nieuwe Bronco. Eigenlijk het antwoord van Ford op de Jeep Wrangler. Echt een stoere offroader en dat geldt ook voor deze compleet nieuwe generatie Ford Ranger. In deze kleur toch wel een opvallende auto. Dit is de Ford E-Transit Custom op basis van de normale Custom. En het is een volledig elektrische Transit. En dan Lotus. Het merk presenteert onder meer de Emira, maar natuurlijk ook de volledig elektrische Elettra. Hier nog getoond in een pre-productie variant. Dit jaar, in de zomer van 2023, start Lotus met de levering van deze volledig elektrische SUV. Te missen op de stand van Honda is de Civic Type R, de compleet nieuwe generatie met dus dik 320 pk. Het is misschien wel de lekkerste hot hatchback van dit moment. Subaru pakt uit met zijn Solterra en de Solterra is natuurlijk een volledig elektrische SUV op basis van de Toyota BZ4X. Althans, Subaru en Toyota hebben gewoon de ontwikkeling van deze auto gedeeld, de ontwikkelingskosten gedeeld. Veelbelovende auto komt ook in een driefase variant en dat is toch wel de variant die je wil hebben. Hier nog eventjes een Subaru 360 waar het allemaal mee begon bij Subaru. En dan Build Your Dreams BYD. Het merk pakt uit met de Atto 3, eigenlijk het model waar het merk de meeste verwachtingen van heeft. Maar het merk toont hier ook de Han en de Tang. Nou, de Han is een sportieve sedan zoals je ziet en de Tang is een volledig elektrische SUV. Bij Nissan bijzonder veel aandacht aan e-Power. En dat is een nieuwe aandrijflijn van de Qashqai en de X-Trail natuurlijk. Een soort van range extender, een 3-cilinder benzinemotor. Die wekt stroom op om natuurlijk een elektromotor van stroom te voorzien. Kia dan pakt onder meer uit met de nieuwe Niro natuurlijk. De nieuwe Seat, of althans de vernieuwde Seat. Maar ook de EV6 mag niet missen op de beursvloer. En bij Lexus is er natuurlijk veel aandacht voor de nieuwe elektrische RZ. De nieuwe NX. Ja, en bij deze RZ valt natuurlijk het bijzonder fraaie stuurtje op.
En er is ook aandacht voor de nieuwe RX, die je zeker eventjes moet bekijken. Op de stand van Toyota onder meer deze Yaris Hybrid GR Sport, een wat stoerdere uitvoering van de Yaris. En natuurlijk de volledig elektrische BZ4X, het broertje van de Subaru Solterra. De Corolla Cross hybride mag ook niet ontbreken, net als deze nieuwe RAV4 GR uitvoering op basis van de plug-in hybride. Een wat sportiever, ogende en meer dynamisch rijdende RAV4. De nieuwe Toyota Hilux staat er ook. En Toyota presenteert onder meer een GR sportuitvoering van zijn CHR. En dat is toch wel een bijzonder gelijnde crossover met in dit geval rode accenten. Op de stand van BMW ook het nodige nieuws. En dan beginnen we eventjes met de BMW X1. En die BMW X1 die komt natuurlijk ook als een volledig elektrische variant. De iX1. Nou, die staat er ook. Maar waar het hart van de liefhebbers waarschijnlijk sneller van gaat kloppen, is deze jongen, de M3 Touring. En daarnaast de BMW M2. De compleet nieuwe generatie BMW M2. Oh, wat willen wij graag in deze auto's rijden. Maar dat geldt ook voor de auto die je zo meteen in beeld gaat zien. Niet alleen deze M3 Touring, maar ook deze. De op 50 stuks gelimiteerde BMW 3 liter CSL. Slechts één exemplaar komt er naar Nederland toe. Nou, prijskaartje, reken op ongeveer €750.000. En deze auto is gebaseerd op de BMW M4. De BMW XM, die staat er ook. Ja, en dat is toch wel een zeer uitgesproken BMW. Mini dan. Nou, Mini presenteert onder meer een studiemodel naast de gebruikelijke modellen van het merk. En dit is het studiemodel, de Aceman. Een voorproefje van een volledig elektrische crossover van Mini. Dus eigenlijk een volledig elektrische Countryman, als je het zo moet zien. Een bijzondere auto die je zeker eventjes moet bekijken. En als je van elektrisch houdt, dan moet je ook eventjes bij Volkswagen deze auto gaan bekijken. De ID Space Vision, een voorproefje van een volledig elektrische estate van Volkswagen. En het merk presenteert ook een ruige variant, een off-road versie van de ID4. Naast een andere off-roader, de compleet nieuwe generatie Volkswagen Amarok, hier in felblauw getoond. Een bijzondere auto die ook wordt geleverd met V6 TDI turbo dieselmotoren dus. En uiteraard ontbreekt ook de volledig elektrische ID Buzz niet. En dan, ja, voor hypercars is er gelukkig ook ruimte. Dit is de Rimac Nevera, bijna 2000 pk sterk en een topsnelheid van boven de 400 km per uur. En dat geldt ook voor deze Bugatti Chiron met W16. Die haalt ook meer dan 400 km per uur. Bentley presenteert onder meer de Flying Spur S. En de buren van Bentley, dat is natuurlijk Lamborghini. En daar kun je de Huracan Sterrato bewonderen. De off-road versie van de populaire Huracan. Oh, wat een ruig apparaat. En dat geldt ook voor deze nieuwe 911 GT3 RS. Check de video van deze 911 GT3 RS overigens op ons YouTube-kanaal, want we hebben hem al uitgebreid aan de tand gevoeld. Seat pakt bescheiden uit hier op de Brussels Motor Show, maar Cupra, daar is toch wel het nodige nieuws te bespeuren. Onder meer een voorproefje van een volledig elektrische, ja, compacte hatchback die in de loop van 2025 op de markt moet komen. En bij Audi, niet alleen deze Q4 e-tron in een opvallende kleur of deze knalrode RS e-tron GT, maar ook twee bijzondere studiemodellen, de SkySphere Concept en de A6 e-tron Concept. Zeker eventjes gaan bekijken. En nog een opvallende auto, althans auto. Het is echt een auto, want hij kan 90 km per uur, de Micro Lino. En ook die komt naar Europa. Op de stand van Skoda valt deze nieuwe Enyaq Coupé RS-IV op. Het sportieve broertje eigenlijk van die Enyaq. En bij Hyundai kun je de nieuwe Ioniq 6 bewonderen. De auto die naast de Ioniq 5 in het gamma van Hyundai komt. En dan het grote nieuws van Mazda. Komt-ie, de MX-30 REV. Oftewel, de wankelmotor keert terug bij Mazda. Naast de MX-30 elektrische variant komt dus deze variant met range extender. Een 830cc grote wankelmotor. En dit is hem. Ja, en het was even zoeken, maar we hebben ook smart gevonden met de nieuwe hashtag One. Ja, hierin rood getoond, een volledig elektrische auto die veel overeenkomsten heeft, technische overeenkomsten met de EQB van Mercedes-Benz. En hier op de Brussels Motor Show werd ook de winnaar bekendgemaakt van de auto van het jaar 2023 verkiezing. Er waren diverse finalisten, maar uiteindelijk kan er natuurlijk maar één de winnaar zijn. En de kanshebbers waren de Jeep Avenger, de Kia Niro,
de Peugeot 408, de Nissan Ariya, maar ook de Renault Austral en de tweeling Subaru Solterra en Toyota BZ4X en de Volkswagen ID. Bus. Maar uiteindelijk kan er natuurlijk maar één de winnaar zijn en dat is de Jeep Avenger. Ja, en dat was hem dan, de 2023 editie van de Brussels Motor Show. Althans, voor mij, als je deze beurs gaat bezoeken, ik kan hem van harte aanbevelen. Want je kunt lekker benzine snuiven en EV snuiven natuurlijk. Ik hoop dat je deze video heel erg leuk hebt gevonden. Is dat het geval, geef hem eventjes een welbekende duim omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En laat er in de reacties eventjes weten welke auto jouw favoriet was op de Brussels Motor Show. Heel erg graag, tot een volgende keer. Hoi hoi!